Beste mensen, we laten ons alle nieuwigheden maar opdringen door anderen. In hoeverre hebben we die gadgets werkelijk nodig? Het is ons allemaal aangepraat via reclame in bladen, op radio en televisie. Dit kun je echt niet aan je voorbij laten gaan. Of nog veel erger, door de mensen om je heen. Je hoort er pas bij als je de laatste modellen hebt. Wat? Heb jij geen mobiel? En hoe doe je dat dan? Alsof ik van een andere planeet kom. Gesprekken op je verjaardag gaan nergens anders meer over dan over het laatste knopje schuilheidsbevredigende speeltje dat iemand heeft aangeschaft. We hebben het toegestaan dat die prullen in ons leven onmisbaar zijn geworden. Althans, we denken dat ze niet meer uit onze samenleving zijn weg te denken. Deze hedendaagse wereld, daar wil ik niet langer meer deel van uitmaken. Kijk eens wat een frustratie en boosheid het bij mij teweeg brengt. Ik wil er niet meer aan meedoen. De pot op met die mobiele telefonie en sms, e-mail en internet, dvd's en super audio cd's, telebankieren en kredietkaarten, playstations en Wii's en gamecubes, palmpjes en laptops, mp3-spelers en iPods en welke nieuwe wetse rommel dan ook. Het is allemaal nep, het is allemaal fake, het maakt meer kapot dan me lief is. Nee, laten we samen in de tuin raggen en onkruid wieden, kruiden en groenten en fruit verbouwen, fietstochten met het gezin maken door de buurt, nieuwe horizonten verkennen, gezelschapsspellen spelen, koken voor een groep dierbaren, een gesprek voeren bij een glas wijn of bier. Andere mensen werkelijk ontmoeten, ervaringen uitwisselen, verhalen vertellen, elkaar vieren.